Voor mij het allerbelangrijkste is het gehoor te zwollen. Dus een grote wens van mij is dat in een nieuwe beleidsperiode elke Zwollenaar zich vertegenwoordigd voelt en echt gehoord voelt. Asja, nummer 2 op de lijst van Zwolwacht, nieuw gezicht in de Zwolse politiek. Wat zijn jullie vandaag aan het doen? Ja, hallo, dat klopt. Ja. Ik sta op nummer 2 op de verkiezingslijst van Zwolwacht. We zijn hier op de Valentijnsdag in een mooi wijkcentrum Bestevaar. En we hebben een date georganiseerd voor de inwoners van de wijk om even hierheen te komen en te vertellen wat hen bezighoudt. En vragen kunnen stellen aan ons. Wat voor vragen leven er? Wat voor vragen heb je al gehad waarvan je denkt van nou daar moet ik dadelijk echt wat mee gaan doen? Nou, ik moet zeggen, tot nu toe was het met name heel gezellig kletsen. En terugblikken naar de goede oude tijden, hoe het was zonder mobiele telefonie bijvoorbeeld. Dus we hebben nog niet echt, ik heb nog niet echt concrete input van de komende beleidsperiode gehad. Als nieuw raadslid lijkt mij dat heel erg lastig om die input wel te krijgen. Hoe ga je dat nog meer doen? Hoe ga jij zorgen dat de stem van jouw kiezers dadelijk in de raadzaal terugkeert? Nou, dat is een hele goede vraag. We zijn met ons superleuke team van Zwolwacht-kandidaten nu elke dag, elke week heel intensief bezig met allerlei campagneacties. We komen in de sportcentra, we komen in de winkelcentra, we komen gewoon in gesprek met mensen overal in Zwolle. Dus dat zijn de mogelijkheden om input te verzamelen, ook over ondernemerschap, over onderwijs, over alles wat leeft in Zwolle. Wat is voor jou persoonlijk het belangrijkste thema uit deze verkiezingen? Je partij heeft 7 eikpunten aangewezen waar ze zich op gaan richten. Wat is voor jou het belangrijkste? Ja, voor mij het allerbelangrijkste is het gehoor te Zwolle. Dus een grote wens van mij is dat in een nieuwe beleidsperiode elke Zwollenaar zich vertegenwoordigd voelt en echt gehoord voelt. En ik hoop dat wij die ervaring aan mensen kunnen geven in de komende periode. Dat iedereen voelt dat hij erbij hoort en dat hij ook gehoord is en vertegenwoordigd is in de Zwolse politiek. Waar kunnen mensen jou vinden? Ze kunnen mij vinden in Zwolle Zuid, heel vaak. En ook op social media zijn we bereikbaar, dus vindbaar. Oké, dankjewel en heel veel succes in de campagne. Ja, dankjewel.